Ga je voor een echte eye-catcher of voor een subtiele look? Hoi, mijn naam is Jasper. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op ons kanaal. Vandaag wil ik het met jullie hebben over radiatoren. Vergeet trouwens niet even te liken hieronder en te abonneren op ons kanaal. In een koude badkamer ga je niet lekker onder de douche of in bad. Een goede radiator is daarom onmisbaar. En naast warmte kan een radiator ook uitstraling geven aan je badkamer. Zo kun je kiezen uit veel verschillende opties. Maar hoe weet je welke radiator geschikt is voor jouw droombadkamer? Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit een designradiator of een handdoekradiator. Deze keuze is afhankelijk van wat jij belangrijk vindt. Warme handdoeken zijn natuurlijk heerlijk. De rest van de warmte gaat de badkamer in. Dit kan genoeg warmte opleveren voor een kleinere badkamer. Heb je een grotere badkamer of een minder goed geïsoleerde badkamer, dan kan het voorkomen dat een handdoekradiator niet voldoende warmte geeft. Zeker wanneer je er ook nog eens een aantal handdoeken overheen hangt. Radiatoren zijn er in veel verschillende vormen, maar ook in verschillende afmetingen. Hoe groot je je radiator kiest hangt af van je badkamer en de beschikbare ruimte. Een grotere radiator geeft natuurlijk meer warmte, net als een radiator met meer horizontale buizen. Niet onbelangrijk is het vermogen van je radiator. Hoe groter je badkamer is, des te hoger het vermogen moet zijn. Hoeveel vermogen je nodig hebt, kun je makkelijk berekenen door middel van de volgende som. Een standaard radiator sluit je altijd aan op de centrale verwarming. Dit kan je doen door middel van een zijaansluiting of een meer onderaansluiting, zoals deze. Vaak wordt er in de meest ideale situatie gekozen voor een midden-onderaansluiting, omdat de leidingen dan het minst zichtbaar zijn. We raden aan om je radiator altijd aan de onderzijde aan te sluiten. De warmte kan zich op deze manier beter verdelen over de radiator voor een betere opbrengst. Moet je een radiator om wat voor reden dan ook toch aan de bovenzijde aansluiten, gebruik dan altijd de zijaansluiting en vergeet een stromingsbuis niet te gebruiken. Bij sommige radiatoren kun je kiezen voor een elektrische aansluiting, zodat je niet je centrale verwarming hoeft aan te spreken op het moment dat je een handdoek wil opwarmen of alleen je badkamer wil verwarmen. Een elektrische radiator sluit je aan door middel van een stekker in het stopcontact en kun je bedienen door middel van een digitale thermostaat. Naast deze praktische tips is uiterlijk natuurlijk ook heel belangrijk. Ga je voor een echte eyecatcher of voor een subtiele look? Je bent van harte welkom in een van onze showrooms om een kijkje te nemen. Heb je naar aanleiding van deze video nog vragen? Laat ze gerust achter in de reacties. En dan zien we elkaar bij de volgende video. Doei!